Het beste advies wat je kunt geven aan deze mensen is, neem die medicatie. En die gaan mij ook interviewen. Ik heb me gisteren een beeldje gestuurd. En je hebt er inderdaad bepaald niet wat last van. Je staat daarmee wel gelijk in het middelpunt. Dat last kan ook omzet worden in een positieve doorbraak van een taboe. Maar je merkt wel de mensen die je niet kent, dus waar je geen afspraak mee hebt, dus in het sociale contact, dat die er wel anders tegenaan kijken. Heel verschillend weliswaar, maar je merkt dat wel, ja. Dus je voelt je daarin wel bezwaard. Als je het niet zeker weet, dan kun je gewoon bij de drogist antihistaminica kopen. Neem die dan, om te zorgen dat je dus die acute klachten van een hooikoorts zoveel mogelijk voorkomt. Mocht je dan toch klachten krijgen, ja, dan weet je het al bijna zeker dat het wel COVID zou kunnen zijn.